Goedemorgen, vandaag een nieuw Op Pad met Niels. Goedemorgen. Hallo. Ja, 3 jaar geleden volgens mij. Ja, leuk man. Dat we de eerste uitzending met jou gemaakt hebben. Ja. Dus voor de kijkers die je nog niet kennen, wie ben je? Ja, ik ben Mathilde van den Hof. Ik ben 51 jaar. Ik heb me net opgehaald bij mijn huis. Waar ik woon met mijn zoon, die bijna 15 is. In de derde zit op Volta. Oké. Ja. Mooi, ja. Ja, want toen spraken we jou, want dat je in het onderwijs zat en zo. Ja, we spraken over de liefde van beiden. We kwamen elkaar toen in de winkels tegen. Klopt. En over eenzaamheid hadden we toen gehad. En nou spraken we elkaar een poosje geleden weer in de jungle. Ja. We kwamen elkaar nog eens tegen. Ja. Ik werkte nog in het onderwijs bij Cantalus. Zorg- en onderwijsinstelling. Daar was ik regio-directeur. Maar in die 3 jaar verandert er wel eens wat. Ja. Dus daar werk ik niet meer. Nee. Dat is een bewuste keuze dat je zegt van ik wil echt iets voor mijzelf gaan doen. Nou ja, en ik kwam tot stilstand in oktober 2022, overleed mijn vader. Ja. Ja. 83 jaar, kort ziekbed. Nou ja, dan gebeurt er wel even wat, tenminste bij mij. Het bracht mij tot stilstand en ben er een poosje uit geweest. En toen merkte ik gewoon dat het niet meer mijn plek was. En toen kon ik gelukkig, ben in gesprek gegaan en we hebben fijn afscheid kunnen nemen. En toen heb ik eens wat maanden gedacht, wat wil ik nou, wat ga ik doen? Ik heb 15 jaar geleden al de opleiding gedaan tot coach. Ja. En toen dacht ik, ja, als ik het nu niet doe, ik werd 50 ook in het jaar dat mijn vader overleed. En ik dacht, ja, dan is het nu de tijd om te gaan springen, want wie weet kan ik wel vliegen. Ja. Dus ik ben per 1 februari nog heel kort geleden begonnen als met een organisatieadviesbureau. Ja. En daaronder heb ik diensten als coaching, organisatieadvies en interim manager. Zo, spannend ja. Ja, heel spannend. Ja, ik zeg het ook bewust natuurlijk, want je hebt me dat wel gezegd ook van dat je dus inderdaad jarenlang in het onderwijs hebt gezeten. Ja. En dat heel veel mensen op een gegeven moment over, wat wil ik eigenlijk nog in mijn leven? Ja. En dat je af en toe getriggerd wordt door de gebeurtenissen natuurlijk. En dan denk je van ja, en nu ga ik het gewoon doen. Nou ja, het zijn live events hè, als je het meemaakt. En ik was zo, misschien ook een beetje naïef, dat ik dacht, je ouders gaan niet dood. Die hebben een eeuwig leven. En dat is natuurlijk niet zo. Het gebeurt bij een ander, totdat je op een gegeven moment bij jezelf gebeurt. Ja, ja. En dat je dan, voor mij was het wel even een moment van stilstaan en van wat wil ik nu eigenlijk echt? En ja, ik merkte ook dat ik in het onderwijs, dat zie ik ook al bij mijn zoon op school, het gaat zo over opbrengsten, zo over doelen halen. En ik merkte dat ik daar ook wel wat van dicht ging. En in mijn werk altijd heel veel gecoacht natuurlijk ook wel. Ik ben leidinggevende geweest van die 28 jaar dat ik in het onderwijs heb gewerkt, bijna, ik denk 25 jaar ook. Nu gewoon het op een andere manier gaan doen. Ja. Kijken of dit lukt. En ik zeg ook altijd wel, vallen is niet zo erg, blijven liggen wel. Ja. Ja. Nou ja, het grote, ik kan op mijn bek gaan dat het niet lukt. En dan zoek ik weer een baan in loondienst. Ja. Ik geloof dat mijn cv goed is opgebouwd. En ik hoop dat ik nu wat kan betekenen voor andere mensen. Met alles wat ik in die 50, 51 jaar ben ik nu heb geleerd. En mooi. Ja, dus eigenlijk neem je gewoon heel veel expertise mee. Ja. Je gaf aan, je wil dus echt in die coaching om mensen te gaan helpen. Ja. Ja. Op verschillende vlakken neem ik aan. Ja, het kan gewoon mensen die vastlopen in hun werk of van ze zeggen, ik kom steeds tegen dezelfde patronen aan. Het kunnen leiders zijn in organisaties. Het kan ook teamcoaching zijn. Ik wil ook in organisaties gaan kijken van, het loopt hier niet of er blijft hier altijd gedoe in het team. Er is een gang verloop of we hebben heel hoog ziekteverzuim. Ja. Eigenlijk gaat het erover waar er gedoe is. Waar eigenlijk alle management tools al zijn ingezet. Alles al is gedaan. En dat er dan eens gekeken moet worden. Want ik ben heel erg systemisch opgeleid inmiddels. Ja. Dus kijken niet naar de individu, maar breder. Van wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Wat is er hier gebeurd in het verleden? Ja. Welke trauma's zijn er? En dat kan persoonlijk zijn, 1-op-1. Maar dat kan dus met teams. En dat kan iemand die eens wil kijken van ik wil een stap verder. Eigenlijk heel breed. Mooi. En dan zou ik gewoon zeggen, mensen die dit filmpje kijken, neem gewoon eens contact met me op. Ja, maar je hebt even daarvoor, want voordat we verder gaan, natuurlijk een heel ander aspect. Maar we ook met elkaar te maken hebben natuurlijk uiteindelijk. Het is ook je levenservaringen. Maar heb je ook een nieuwe site? Heb je ook een site waar mensen... Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, er wordt heel druk aan gebouwd. Dus even leuk om te zeggen, een klein beetje sluikerklauw te maken. Tuurlijk. Dat is Rivo van Gurp van Gurp Media. Hij is student. Hij bouwt mijn website en het mooiste vind ik dan dat hij zegt, ik leer
blijvend gesprek. We gaan eerst even kijken, want dat is wel het belangrijkste natuurlijk. Klikt het? Goed gevoel bij diegene, bij de organisatie, nou ja, dan, bij jou dan? Bij mij, hè, ook één op één coaching. Of als je via je werkgever een coach mag vinden, dan kan dat allemaal ook. En ik heb ook op mijn website staan dat ik tarieven, ik doe niet in one size fits all. Ik wil gewoon heel erg kijken van wat is er nodig. En nou, wat is de draagkracht of draaglast die iemand heeft. En daarin maak ik me op maat of verte. Mooi. Ja. Echt kijken naar het bedrijf, naar het persoon. Ja. En dan vanuit daaruit ga jij dus iets, een soort schema maken van oké, wat is er voor nodig om... dat te vertalen naar jouw werknemers of werkgever die nodig is. Ja, precies. Dat. Mooi! Ja, dus, spannend, ja! Ja, het is heel spannend. Het is heel leuk. En nou, wat ik ook doe, vorige week vrijdag voor het eerst, ik heb natuurlijk wel vaak voor groepen gestaan, maar onder mijn eigen naam een workshop verzorgd. Ja. Dus ook als je meer wil weten over systemisch werken, wat de basisprincipes daarvan zijn. Familieopstellingen is wel iets wat je veel hoort. Dat is een methodiek van het systeem. Ik ben ook bijna opgeleid als opsteller. Eind van of halverwege deze maand krijg ik daar mijn diploma voor. Zo. Dus ik wil het ook in Bijlen gaan doen om. Een belangrijk telefoontje. Politiek. Politiek. Ja, daar moet niet over hebben. Nee, we gaan over. Ik wil ook in Bijlen opstellingen gaan geven. Okay. Dus mensen die het interessant vinden om eens op een andere manier ergens naar te kijken. Volg me vooral. Ja. Ik, ik wil ook een podcast gaan maken. Dus er zit heel veel... Wat een tijd heb je, Er zitten heel veel... Ik moet wel een beetje keuzes maken. Veel inspiratie, maar ook voor mensen die dus zeg maar ook ergens tegenaan lopen, die jou mee willen nemen in de hand, zeg maar. Of dat je hun kan, hun kan helpen zeg maar, een bepaalde pad op te gaan. Ja. En helpen in het het mooiste leven eigenlijk te leiden. Dat is wel. Kijk, mijn missie en mijn visie is alles wat aandacht krijgt groeit. En alles wat gezegd, gehoord, gevoeld en gezien mag worden, geeft rust en beweging. Ja. Ik denk dat we in deze maatschappij heel erg gehaast zijn. Vooral die rust. Hoeveel tijd nemen we nog om even achterover te leunen? Ja. Om eens eventjes pas op de plaats te maken. De pijlstok erin in te steken. Nou, dat kan je zeker met coaching ook doen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen te veel werken. Of te veel. Maar in ieder geval vluchten in werk. Of in verslaving. Ja. Netflixen. Ja. Dat kan ook in veel dingen moeten kopen. Om maar gelukkig te zijn. Mm-hmm. Ja, eigenlijk... Het belangrijkste is om gelukkig te zijn met jezelf op de bank. Ja. Nou ja, goed, dat is wel een stap voor heel veel mensen natuurlijk. Dat zijn wel hele mooie dingen dat je dat kan toevoegen. Ja. En deze mooie Midden-Drenthe. Maar ik denk ook voor de buiten dat mensen hier gaan bellen natuurlijk. Daar gaat dat kan. Maar we over de provincie natuurlijk. Ja, zeker. Nee, maar het is wel heel mooi dat je dat kan aanbieden, zeg maar, als Mathilde. En nou, kijk vooral op de site bij haar, mogelijkheden. En, maar goed, daarvoor zijn we natuurlijk niet alleen. Nee, want je hebt een boek. Je gaat een boek lanceren. Ja joh, ja. Nou ja, ik krijg vrijdag terug van de tweede corrector. Het boek heet Wat is haar naam? Het gaat over een, ga ik moeilijk woord, intergenerationele trauma in de vrouwenlijn. Dus eigenlijk is dat heel systemisch. Dus we krijgen dingen mee vanuit onze ouders. Ja. Mooie dingen, minder mooie dingen. En ook dingen die we misschien niet, die we niet hebben kunnen krijgen. En mijn moeder is in de Tweede Wereldoorlog geboren. Is in 1 februari 1943 geboren in de Onderduik. Haar ouders Abraham en Mathilda, die waren ondergedoken, waren net getrouwd. Mijn oma was 22. Hadden net een kindje gekregen. Mijn moeder was 12 weken. Ja. En ze zijn naar alle waarschijnlijkheid verraden. En op het moment dat de Nederlandse politie mijn opa en oma uit huis hebben gehaald, stond mijn moeder in de kinderwagen in de tuin. En een oplettende buurvrouw, althans zo is het verhaal, heeft mijn moeder met kinderwagen al door de heg getrokken en zo is mijn moeder ontkomen. En mijn opa en oma zijn naar Westerbork gegaan, daar hebben ze 3 maanden gezeten en op 13 juli 1943 zijn ze gedeporteerd met de trein naar Sobibor. Oké. Ja, en nou ja, het verhaal is dan, dat is wel een, het is het verhaal wat ik altijd heb geweten. Ik heb altijd geweten dat ik een Joods meisje ben. En dat mijn moeder is uiteindelijk bij een domineesgezin terechtgekomen, christelijk opgevoed, mijn vader leren kennen, dus wij hebben ook een christelijke opvoeding gehad. Ik ging naar de Eshorst, christelijke school, we gingen zelfs naar de hervormde kerk. En ergens komt er een moment.
Israël geweest naar mijn middelbare school. Ja. Maar ik merkte ook door het overlijden van mijn vader dat er iets was van, ja, nou is mijn vader er niet meer. En mijn moeder is ook 80, inmiddels 81. Als ik nog wat wil vragen, dan heb ik dat nu wel te doen. Want ja, ik had wel geleerd dat een ouder wel dood kon gaan. En toen ben ik wel met mijn moeder ook in gesprek gegaan. We zijn van de zomer naar Sobibor geweest in Israël met z'n tweeën. En ja, ik beschrijf in mijn boek eigenlijk vanaf mijn eerste schooldag tot nu over hoe het is om op te groeien met een moeder die zo'n behoorlijk trauma en zo'n zwaar lot heeft. Heftig, ja. Ja. Ja, het is ook heftig geweest om te schrijven, ook heel mooi. Ja. Hele mooie gesprekken met mijn moeder gevoerd. Ik ben 9 dagen met haar op vakantie of op reis geweest. Ja. Om samen in Sobibor te staan. Ja, het voelt eigenlijk een beetje alsof het boek een cirkel rondmaakt. En het is gegaan zoals het gegaan is. We willen graag achter ons dingen nog veranderen, maar dat kan natuurlijk niet. Dat weten we allemaal wel. Ik heb ook wel een moment gehad waar ik geen Joodse man getrouwd heb, niet een Joods leven. Ja, en zo is het gegaan. Ja. En het is een autobiografisch roman, dus echt over mijn leven, over wat ik heb meegemaakt. Dus eigenlijk vanaf het beginstadium, tot eigenlijk waar je nu staat, heb je helemaal in je boek geschreven. Ja. Met daar natuurlijk het trieste gebeuren natuurlijk allemaal wat er gebeurde in het verleden. Ja, daar begin ik mee, de ecologisch, het verhaal, kruip ik in de huid. Want en wat is haar naam heeft te maken met Mathilda Rosette. Frankenhuis Frenk is mijn oma geweest. Ik heette ook Mathilda Rosette, alleen dan van den Hof. Ja. Dus ik heb haar naam gekregen en dat is heel mooi. Maar wat was mijn naam geweest als ik niet vernoemd was? En mijn moeder is geboren als Tina Frankenhuis en heeft toen ze in het gezin kwam de naam Ineke Kolhaas gekregen. Heeft uiteindelijk haar naam wel weer teruggekregen, maar mijn moeder kende mensen als Ineke. Ja. In de rouwadvertentie van mijn vader stond ze als Tina Frankenhuis. Daar hebben we best wel wat vragen over gekregen. Je moeder heet toch Ineke? Ja, dat heet ze ook, maar eigenlijk heeft mijn moeder twee... Toen ik in Israël met haar was, dat ze zich aan nieuwe mensen voorstelt, zegt ze Tina. Ja. Nou, mensen kennen haar als Ineke. Dus dat heeft ze ook allemaal officieel aangevraagd bij de koningin. Toen kwam er een nieuwe Beatrix aan de heeft ze een brief geschreven en uiteindelijk heeft ze haar eigen naam weer teruggekregen. Zo hoi. Dus dat verhaal, is heel, heeft wel impact. En ook op het moment dat mijn vader overlijdt, mijn moeder heeft ook een pleegzusje, heeft haar ouders ook niet gekend. En dan zeggen mijn moeder en haar pleegzusje tegen elkaar, dat kennen wij niet, een ouder verliezen, want we hebben nooit ouders gehad. Dus het hele leven komt het eigenlijk wel weer terug. Ja. En dan heb je geen weet van dat 80 jaar na de oorlog er nog zoveel impact heeft. Ja, ja. Boy. Ja, ik snap wel dat je er even stil van bent en nog auto moet rijden. Ja. Nee, het is best wel heftig. Maar we horen natuurlijk... dus dan heb je eigenlijk... je neemt dus het verleden mee, je gaat dus opbouwen ook naar je huidige situatie natuurlijk. Ja. Daar vertel je ook alles van. Mm-hmm. Dus ik neem aan ook dat je dat gedaan hebt, ook vanuit je kracht. Dat je zeg maar, je wil iets vertellen aan ons. En dat is natuurlijk een heftig verhaal, want natuurlijk het verleden is... Ja. Toch wil je het ook delen met de wereld, zeg maar. Dat is een bepaalde keuze. Ja, dat klopt. Want ik had ook kunnen schrijven en kunnen zeggen, ik deel het in mijn familie. Nee, en dan kom ik terug op dat stukje leraar zijn, juf. Ja. Ik wil ook wel graag... Ik heb proeflezers gehad die het hebben gelezen en een van de proeflezers gaf mij terug. Het is alsof je mijn verhaal hebt geschreven, alleen met een andere achtergrond. Ik denk dat veel van ons groot worden met ouders die een bepaald trauma... En trauma kan groot en klein zijn, hè? Maar ik denk dat we krijgen allemaal dingen mee van onze ouders. En hoe ga je daarmee om? Hoe wordt daarmee omgegaan in je familie? En wordt het een patroon in je leven? En bij sommigen is dat niet zo. Maar bij mij werd het wel een patroon dat ik heel erg voor de ander ging zorgen. Ik was altijd met de ander bezig, ten koste van mezelf. Ja. En ik hoop ook dat het boek... als mijn proeflezer dan zegt, het is alsof je mijn verhaal hebt geschreven. En ik heb er met mijn nieuwe partner, of met mijn vriend, heel veel over gesproken. Ja. En dat hoop ik dat het genereert. Of het iemand het leest en die denkt, ik heb het nu toch ook zelf aan te kijken. En ik heb ermee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Of ik, het is niet echt een zelfhulpboek, maar ook weer wel. Ik hoop dat er, mijn doelgroep is ook wel de vrouw tussen de 25 en 40. Die bezig is met zelfontwikkeling. Die
is het voor de jonge Mathilda geschreven, ja, die 25 was. En je hebt natuurlijk allemaal je fouten en je dingen te doen. Tuurlijk. Maar wat mensen wel hulp kan geven. Toen ik net gescheiden was, heb ik heel veel boeken gelezen van vrouwen die net gescheiden waren. Omdat het me hielp om te laten zien van, maar ik overleef dit. Dat klinkt misschien een beetje zwaar van ik overleef dit. Maar vaak komt het wel in dat gevoel van, oh jee, wat gebeurt er met me? Kan ik dit redden? En ik hoop gewoon dat mensen... Je wil mensen ook mee helpen. Het bewustzijn van, je staat er niet alleen voor. Er zijn meer mensen die dat meegemaakt hebben. Ja. En daardoor heb jij vanuit je eigen ervaring, omdat je gedaan hebt met andere boeken waarschijnlijk, sta je waar je nu staat waarschijnlijk, hoop, in je leven. Hoop. En dat wil je eigenlijk ook vertellen naar mensen van, maar je stelt je toch ook wel kwetsbaar op. Het is een behoorlijk persoonlijk boek geworden. Een van de proefleest zei ook, het is alsof je in een dagboek meeleest. Daar heb ik wel over nagedacht. Ja. Ga ik dat wel of niet doen? En daar zullen mensen wat van vinden. Ja, maar dat heb je altijd. Dat probeer ik maar. Vind ik wel spannend hoor. Ja, dan gaat er ook gereageerd worden. Ja. Dit voelt alsof ik dit te doen heb. Ja. En dat het nu ook de tijd is om het te mogen doen. Gewoon doen. Je moet gewoon af en toe gewoon doen. En waar een ander, dat is ook een stukje weerbaarheid. En waar een ander ook van zegt. Ja, op een gegeven moment moet je... Ja, maar ik snap het wel. Met name in Midden-Drenthe en zo'n dorp als Beilen. Het is een klein dorp en daar wordt nou op je erg goed. Zolang ze nog over je praten, is dat goed teken. Dat is ook zo. Ik hoorde van iemand dat het wel wat reuring oplevert. Dat er op een verjaardag over gesproken was. Hé, kom ik ook in het boek voor? Is het belangrijk om te weten. Dat gaan mensen na 21 april, dan is de boekpresentatie. Ja, waar doen ze dat? Waar is dat? In de Stefanuskerk. Oké. Okay. Mooi. En daar ging ik vroeger natuurlijk zelf naar de kerk en dat is nu een prachtige locatie geworden. Ja. Nou, dat Mooi. Is voor genodigden. Ik denk dat ik ongeveer 200 mensen op de gastenlijst heb staan. Leuk. Ik ga samen met Helene Westrik, waar ik natuurlijk ook de Liefde van Bijlen en met de Vrijzinnige Geloofgemeenschap een drieluik organiseren. Dus één is mijn boekpresentatie op 21 april voor genodigden. De tweede is op 26 april ook in de Stefanuskerk. Komt het voorstelling ook bij Hattie Hillesum. Ja. En zij is niet zo bekend als Anne Frank, maar heeft ook een dagboek geschreven en daar komt een toneelstuk van. Daar zal ik ook zijn om dat je mijn boek kan kopen en zeker ook een gesigneerd exemplaar. En op 3 mei hebben we een herdenkings... dienst is het niet, maar ga ik een lezing geven in de Stroming, in de kerk van de Vrijzinnige Geloofgemeenschap. En daar hebben we een harpiste en een fluitiste. Ik heb even de namen niet helemaal scherp. Vanaf 7 uur, maar we gaan zeker ook in de Midden-Drenthe krant, hoop ik, en overal publiciteit aan geven. Ja. Maar daar zal ik ook uit mijn boek gaan voorlezen. En als mensen daar wat meer over willen weten, dan kunnen ze op 3 mei daar zeker bij aanwezig zijn. Oké. Ja. Dus dan hebben we een stapel. Ja, je hebt nog genoeg te doen. Ik heb me ook aangemeld bij EUS Boekenclub en ik probeer hem Dat in de zeg ik ja. Dus EUS, we gaan je taggen nog. Wacht maar af, doe maar op Insta. Je weet het nooit. Ik probeer het gewoon. Ik ga het zelf uitgeven. Ik heb geen uitgever. Nee. Dus ik heb ook zelf mijn marketing te doen. En dat vind ik ook heel leuk. Ja. En zichtbaar zijn heeft ook wel met mijn systemische dynamiek te maken. Want ik mocht er eigenlijk niet zijn als het aan Hitler had gelegen. Ja. Mijn moeder niet gered was, dan had ik hier helemaal niet gezeten. Nee. Dus ik wil ook laten zien dat we er nog zijn. Ja, mooi. En vallen is niet zo erg, maar bij mij liggen wel. Ja. En je kan erop krabbelen. En ik ben wel een paar keer opgekrabbeld in mijn leven. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat ik dat in mijn boek kan laten zien en lezen en horen. Ja. Hey, we gaan het zien. Je hebt heel veel verteld en heel indrukwekkend ook. Tijdens het rijden dat je toch wel zulke dingen even zegt, dan moet je nog even je kop erbij houden bij het verkeer. Maar een heel bijzonder verhaal, een inspirerend verhaal. Ik denk ook voor heel veel mensen die ook tegen bepaalde dingen aanlopen. Ik zal zeggen, koop het boek misschien ook wel om eens te kijken. Nou ja, misschien dat je daar iets heel veel ook kracht uit kan halen. Ook al is het maar een aantal procent wat je dan weer beter kan. Ja, bij de plaatselijke boekhandel. Ja. En ook wel gewoon via de online webshops. Maar koop lokaal is natuurlijk wel wat we koop lokaal in Drenthe. Ja. Want hoe mooi is dat we nog zo'n centrum hebben met fijne winkels. Om dat ook nog maar even te zeggen. Ja, daarom. Waarom denk je dat ik ook in die politiek zit dan? Dat weet je toch? Maar dat vind ik ook wel bewonderingswaardig aan jou. Maar dat wordt ook niet zo vaak gezegd. Ik dacht, zou ik in de auto stappen en een kopje koffie meenemen voor je? Ja, nee. Maar dat mag jij ook Gewoon lokaal, Maar
ook wat jij doet voor het dorp en hoe je hem zichtbaar maakt. En mensen een podium geeft en nu ook mij. Ja, absoluut. Mooi. Absoluut. Ja. Hartstikke graag gedaan. We zijn alweer, want we zijn al 20 minuten alweer. Oh, echt waar? Dus dat wordt dik monteren. Ja, 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 ja. Als je er een kwartje in gooit. Ja. Geen probleem. Heb je nog een boodschap? Ik praat heb ik van mijn vader om nog even te zeggen. Nee, we beginnen niet. Nee, maar nou, een boodschap is... ga voor jezelf bedenken van, is er iets waar ik voor weggelopen heb ik iets aan te kijken en hoe kom ik tot het mooiste leven? En val is niet zo erg, maar blijf liggen wel. Dus opkrabbelen en weer doorgaan. Hoe erg het ook is, volgens mij als je weer opstaat, dan komt er altijd weer, de zon breekt uiteindelijk toch wel weer door. Mooi. Ja. Dit was op Pat en Niels met een bijzondere uitzending wat dit gaat het worden. En Mathilde, ik wil je hartstikke bedanken. Ik wens je heel veel succes met alles. Dankjewel. En maak wat van. En maak je dromen waar. Ja, mooi. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ciao.